Evenementenbedrijven ervaren in deze COVID-crisis een aantal uitdagingen. De directeur van Roelies Lighting & Decor, Ramon Jawala-Persat, zei vandaag in het ATV-programma dat zijn bedrijf voor dit jaar boekingen voor 75% had. Echter zegt hij dat bijna alle evenementen zijn uitgesteld. Binnen zijn bedrijf wordt er daarom naar zaken gekeken die aan renovatie toe zijn. Daarnaast heeft Jawala-Persat ook trainingen zoals brandpreventie en EHBO laten verzorgen aan zijn werknemers. Volgens hem zijn er enkele projecten waaraan zijn bedrijf toch kan verdienen. We draaien op een, zeg maar, 15%. Kijk, bijvoorbeeld zenuwcentrum van COVID-19. Okay. Daar valt de congreshal. Oh, dat heb jij gedecoreerd. Ja, dat hebben wij. En je hebt natuurlijk verkiezingen opkomst, dus hier en daar heb je wat generatoren te leveren. Mm-hmm. Of met Binnenlandse Zaken, dat je wat jobs hebt voor Binnenlandse Zaken. Mm-hmm. En aan de andere kant heb ik ook een event center, mm-hmm. Het is de Roelies Event Venue op Magenta. En daar waren ze bezig met trainen van stembureaupersoneel, moesten ze alles lokken. Mm-hmm. Ja, okay. Maar ze doen klein, dus het trainen van colporteurs hebben ze laatst ook bij mij bij Roelies Event Venue gedaan. Okay. Ja. Dus je hebt, je draait ook wel. Ja, met die 15-20% mm-hmm. kan je nog, maar ja. Verder vindt Jawala-Persat het moeilijk om met de huidige situatie van de coronapandemie een toekomst te schetsen. Daarom hoopt hij dat deze situatie snel opgelost wordt. Tot nu toe vindt de Roelies-directeur dat Surinamers goed reageren op de maatregelen. Dat we datgene wat de overheid zich niet opgedragen, dat hij ons gevraagd heeft, ja. dat we in acht nemen. En kijk, als we dat samen doen, is het straks. Kijk, ik ben wel erg trots op, mm-hmm. op mijn mensen, op Surinamers. Ik, ja. ik zou ze wel een dikke acht willen geven. Zo. Ja. Ik zou zelf wel richting 10 gaan, maar je ziet dat dat niet kan. Maar dat men dan zo, eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht hoor. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat men zo erop af zou gaan mm-hmm. van de veiligheid in acht te nemen. Maar je ziet dat men willing is, want we praten met mensen. Ik zeg, nog een paar weken is het afgelopen. Ramon Jawala-Persat, eigenaar van Roelies Lighting & Decor. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.